paar dagen en dan is het alweer kerstmis. En kerstmis kenmerkt zich natuurlijk door het lekkere eten, het lekkere drinken en het gezellig samen zijn. Maar dat gezellig samen zijn kan flink verziekt worden wanneer je last hebt van refluxklachten of maagklachten. Het terugstromen van zuur vanuit de maag in je slokdarm. Je slokdarm is daar niet op gebouwd. En dat betekent dat de celletjes die daar zitten echt een beetje ontstoken raken. En iedere keer als je dan een slok neemt, dan voel je het branden. En dat betekent dat je daardoor een steek achter je borstbeen kan krijgen, het zure gevoel kan hebben of krampen in je maag kan krijgen. Nou, om te voorkomen dat je kerstmis wordt verziekt door dit soort klachten, adviseren we dan vaak maagzuurremmen. En maagzuurremmers kun je kopen bij de drogist. Die zijn er in verschillende vormen. Bijvoorbeeld de Rennie is bekend, Gaviscon is bekend. En dit zijn drankjes vaak die ervoor zorgen dat het zuur neutraliseert. Mocht je toch regelmatig klachten krijgen van refluxklachten, dan adviseren we Omeprazol. Ook dat tabletje kan je kopen bij de drogist. En je mag het wat mij betreft 2 weken proberen om de klachten te doen verminderen. Is het zo dat het niet vermindert na die 2 weken, dan adviseren wij om bij ons op het walk-in spreekuur te komen. Daar zal de dienstdoende arts met je bespreken of het verstandig is door te blijven gaan met die medicijnen of dat er misschien onderzoek plaats moet vinden. Nou ja, ik wens jullie in ieder geval een hele fijne kerstmis en weinig klachten.